Er opereren verschillende criminele bendes op de goudvelden in het binnenland. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is op de hoogte daarvan. De bewindsman zegt dat het een constante strijd is om de situatie daar onder controle te krijgen. De politie zal hiervoor een samenwerking met Defensie aangaan. Er komt een samenwerking met Defensie voor Paramaribo, maar ook voor het binnenland. Dat we samen het binnenland in kunnen trekken en dat we, weet je, in verhoogde mate criminaliteitsbestrijdingsbeheersingsplannen kunnen uitvoeren. Edgar Sampi, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie, vindt dat de commissie Ordening Goudsector voorzien moet worden van alle nodige middelen om orde op zaken te stellen op de goudvelden. Daarmee zal ook de veiligheid verbeterd worden. Het materiaal dat we nodig hebben om overal zichtbaar te zijn, aanwezig te zijn, om zodoende de orde te kunnen blijven handhaven op de goudvelden. Dan gaan we dan zien dat er minder borrelen van zullen vinden en dat de criminaliteit op de goudvelden zal terugdringen. Dat was Edgar Sampi, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie.